Das Floss der Medusa è la storia di questo naufragio famoso nella storia, in cui moltissime persone morirono, furono lasciate morire. Das Floss der Medusa diventa in questa epoca urgente e attuale proprio perché tratta di bruciante attualità. Mi riferisco naturalmente alla tragedia, o al massacro, meglio dire, degli emigranti che muoiono nel mare Mediterraneo. Ik zing La Mort, dat is eigenlijk geen rol. Want het is geen personage, het is een verschijning, het is de dood. Romeo heeft de dood wel een vorm gegeven van een soort reporter, een rampenjournalist. Het hele publiek kijkt naar die video en dat verhaal daarachter, met alleen de verteller ervoor. En 13 liggen in agonie, maar ze sterven niet. Quindi il linguaggio cinematografico mi è sembrato l'unico mezzo per restituire questa oggettività, questa fatica che dovrebbe arrivare anche allo spettatore. Het koor heeft natuurlijk de grote hoofdrol in dit stuk. En dat het koor dit uit het hoofd heeft gekregen, dat is bijna niet aard. Dat uiteindelijk de dood zelf naar de zaal komt en de zaal aanspreekt. Dat is beangstigend en fascinerend. Il pubblico effettivamente è il protagonista.